Goedemiddag allemaal. Welkom bij wederom een nieuwe Bergwerf BMW film. En ja, ik ben er de laatste tijd van beticht dat ik regelmatig superlatieven gebruik om auto's te omschrijven. Ik vind alles fantastisch, ik vind alles mooi. Maar ja, kom op zeg. Als ze mij toch op pad sturen met een Alpina B4 Grand Coupé, een M3 motor in misschien wel de mooiste koets die BMW op dit moment maakt, dan wordt het wel lastig om niet woorden als fantastisch, voortreffelijk, schitterend, prachtig te gebruiken. Dus daarom, bij voorbaat, mijn excuses, ik kan er niks aan doen. En u denkt, hey leuk, de eerste bergwerffilm met een Alpina erin. Maar dat is eigenlijk niet helemaal waar. Want ik heb, voordat ik bij Bergwerf kwam werken, al eens een keer een film met de Alpina gemaakt. Samen met Willem hebben we die film gemaakt. Die staat achter de camera. En we hebben een lol gehad die avond. En dat was eigenlijk het moment waarop ik nog meer verliefd werd op Alpina. En zeker wist dat ik er zelf ook ooit een moest hebben. Inmiddels heb ik een Alpina D3 Biturbo gehad. Maar ooit komt die benzine er. En ik sluit niet uit dat het deze moet worden. Want we hebben er nu een klein stukje mee gereden. Oh, hij is echt goed. Hij is echt goed. En in deze film gaan we u er alles over vertellen. Wat veel mensen ertoe beweegt om een Alpina te verkiezen boven een gewone BMW of een M-product, is dat het... Kijk, een M3 is gemaakt om het circuit mee op te gaan en om elke dag te gebruiken. Maar het is wel echt hardcore. Die auto is breed, is laag, is hard, is bloedsnel, is daar ook op afgestemd. Dus al het vermogen zit meer verderop in de referentie. Je moet echt... Werken hoef je tegenwoordig niet meer met turbomotoren, maar je zult er wat voor moeten doen om daar het maximale uit te halen. Alpina daarentegen heeft in dit geval de motor van de M3 gepakt en daar kleinere turbo's op gezet. Die turbo's die zijn wat aangepast, die zijn wat kleiner. En het voordeel van een kleinere turbo is dat ze vooral gericht zijn op koppel onderin. En koppel onderin maakt dat die auto moeiteloos hard gaat. Mist deze auto dan vermogen? Nee, met 495 pk mis je geen vermogen. Deze auto heeft 495 pk, een aangepaste ZF-achttrap, achttrapsautomaat, een X-Drive vierwielaandrijvingssysteem en tot slot ook nog aangepaste inlaat en uitlaat. Dus Alpina gaat heel ver om die auto tot een Alpina te maken. Ja, dat merk je tijdens het rijden dus ook echt. Het gaat hard, het gaat moeiteloos hard, het is comfortabel. En het is, als je wil, zoals nu ook, we rijden in comfort. Die auto schakelt bij 1800 toeren. En we rijden nu 50 in de vijfde versnelling. De motor draait 1500 toeren. Er is nog steeds meer dan voldoende koppel voorhanden. Als we even kijken. Hij gaat direct naar 400 Nm. Ja. Bij 1500 toeren. Het is echt ongelooflijk. Vroeger zeiden ze altijd, het heeft de trekkracht van een diesel. Maar dit heeft bijna de trekkracht van een elektrische auto. Het gaat zo moeiteloos allemaal. Zo soepel. En dat is ook luxe. De oplettende kijker zal misschien opvallen dat de ventieldopjes niet langer in het hart van de velg zitten. Normaal zaten de ventielen hier achter deze klepjes. Maar dat gaat niet meer, omdat deze wielen, in tegenstelling tot vroeger, werden de velgen gegoten, maar tegenwoordig zijn het gesmeden velgen. Omdat de wielen zo groot zijn, is Alpina op zoek gegaan naar andere productiemethoden die maken dat zo'n velg lichter en stijver is. En ja, dan is gieten eigenlijk de enige optie. Dus daarom is het niet langer mogelijk om de ventielen in het hart van de velg te hebben. Wat we hier achter de velg ook mooi zien, is de Alpina Hoogleistungsbremsanlage. Voor u en mij betekent dat in goed Nederlands gewoon dat de remmen extra groot zijn om al dat vermogen te kunnen beteugelen. Wat het leukste is aan een Alpina is dat echt dat duale karakter. Dit is zo'n auto,
daar kun je je schoonmoeder mee naar de supermarkt sturen. Die rijdt er, die zet dat ding in de driver en die rijdt ermee alsof het de gewone 4-serie is. En die merkt niet dat ze met zo'n bloedsnelle auto onderweg is. Als je daarentegen zelf weer een keer de auto pakt en je gaat naar de Duitse autobaan. En mocht je om welke reden dan ook stil komen te staan op de invoegstrook. Weet dan dat je in 3,7 seconden van 0 naar 100 zult snellen. En dat de acceleratie pas ophoudt bij 301 km per uur. Begrenzen, dat doen ze in Buclo niet. Dat vindt Alpina maar onzin. Dat is voor de gewone BMW M3's. Ja, en deze loopt 301. In een auto waarin je met 4 volwassenen comfortabel kunt zitten. Dat Alpina zeer ver gaat in de ontwikkeling van haar auto's, blijkt wel als we kijken naar de banden. Want op het eerste oog denkt u misschien, ja, wat is daar zo bijzonder aan? Ze zijn toch zwart en rond? Maar daarnaast zijn dit Pirelli P-Zero's met een ALP-codering. En ALP is de codering die Alpina meegeeft aan banden die mee zijn gegaan in de ontwikkeling van deze auto. Zoals u zeker wil weten dat u, wanneer dit setje kaal is, met de juiste band in huis komt, zoek daarna ALP gecodeerde banden. Uiteraard kunnen wij die u ook leveren via ons magazijn. Ja, een film over Alpina is een Alpina, welke Alpina dan ook, is natuurlijk niet compleet als we het niet ook gaan hebben over de overname door BMW. Want Alpina, zoals we dat de laatste jaren hebben gekend, ja, dat, zoals ze in Duitsland zeggen, das war einmal, dat is niet meer. Alpina kan de wijze waarop ze auto's hebben ontwikkeld door de strenger wordende uitstootnormen, is het voor hen niet langer mogelijk om auto's te blijven ontwikkelen en daar ook daadwerkelijk nog een paar cent aan over te houden. Want ja, zoals iedere onderneming moet er ook gewoon geld verdiend worden. Dus wat heeft Alpina gedaan? Die hebben de boel verkocht aan BMW. En modellen zoals de B4, de B3, de B5... hoe die in de toekomst onder de BMW-vlag ontwikkeld gaan worden, dat is nog niet helemaal duidelijk. BMW is daar zelf ook nog een beetje onduidelijk over. Het zou zomaar eens een luxe tak kunnen worden, of het zelfs een hele vooruitstrevende tak met veel elektriciteit. Niemand weet het eigenlijk. Daar gaan ze de komende maanden nog eens rustig een boom over opzetten in München. En daar zullen ze ook vast uitkomen. En ja. Kijk, BMW is natuurlijk ook niet op hun achterhoofd gevallen. Die hebben natuurlijk niet veel geld aan Alpina betaald om vervolgens die naam te verkwanselen. Dus ze begrijpen zelf ook wel dat ze wel met iets bijzonders moeten komen. Want ja, bijzonder is een Alpina ook. Je kijkt ernaar en je denkt, hé, dat is een gewone 4-serie Grand Coupé. Met een paar andere wielen en een lipje en een lipje en een andere uitlaat. Maar de optelsom, zoveel meer. Dit is er wel eentje voor de fijnproef. Iemand die echt weet waar die naar op zoek is. Wil niet het schreeuwerige van de M3. Wil ook niet het mondaine van een 440i Grand Coupé. Gewoon echt dat wat maar weinig mensen kunnen hebben. Alpina bouwt in haar huidige vorm maar 2000 auto's per jaar ongeveer. Het ene jaar zijn het net iets meer, het andere jaar zijn het net iets minder. Maar je gaat die auto's dus niet veel tegenkomen. Want die 2000 auto's is voor de hele wereld. Ja, ik denk als BMW zich druk maakt dat ze in een week 2003 series kunnen bouwen. Dus ga maar na. Echt exclusief. Naar de motorruimte kijken, dan zien we ook dat Alpina grote versteviging heeft aangebracht. Ja, en natuurlijk dat Alpina motordeksel. Toen deze generatie M4, M3 en B4 uiteindelijk ook uitkwam, was er best nog wel wat over te doen dat BMW niet langer de MDCT leverde in combinatie met de M3. En ja. Natuurlijk, zo'n bak met dubbele koppeling is nog wat sportiever.
Maar hoe rij je zo'n auto voornamelijk? En dat is waarschijnlijk 80% van de tijd als automaat. En die ZF8 is zo ongelooflijk goed als automaat. Daar kan een MDZT kan daar alleen maar van dromen. Want ja, dat is toch meer gerobotiseerde handbakachtig idee. Dus die is in de stad is die wat, wat minder geciviliseerd. Het rijdt wat moeilijker weg. Het heeft natuurlijk ook, het is wat sportiever, maar daar betaal je wel een prijs voor. Maar als je nou kijkt naar hoe deze auto met de flippers schakelt, want Alpina heeft er van die mooie grote metalen flippers aangemaakt. In de sportstand echt mis je die DZT niet. Want hij is super snel, hij schakelt zelfs met hoge toeren terug. Dan knalt die uitlaat zelfs nog soms. Dus ja, aan sportiviteit geen gebrek, als je daarom vraagt. Want het is natuurlijk een M3, of een B4. En die B4 die is gemaakt elke dag te gebruiken. En als je wil dat hij naar de achtergrond vertrekt, dan doet hij dat. En als je hem echt goed van jeetje wil geven, dan is hij zeker aanwezig. Ja, dames en heren, dan komen we terug bij Bergwerf. En wat staat daar? Mijn eerste Alpina. Mijn D3 Biturbo. Dat is waar het mee begon. Ja, en ik sluit niet uit dat er ooit een keer zo eentje komt. Want wat een geweldenaar. Ik hoop dat u heeft genoten van deze film. Wij hebben in ieder geval enorm veel plezier gehad met het maken. En wij hopen natuurlijk dat u ook een volgende keer weer kijkt naar een Bergwerf BMW film. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Heel graag tot de volgende keer. En vergeet niet te abonneren. Dag!